Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we vissen en ik woon hier bij deze gracht waar best wel veel vis zit en ik ga kijken of ik iets kan vangen. Waarschijnlijk niet, maar we zullen zien. Nou, we hebben hier veel visjes. We hebben visjes voor grotere snoeken, zeg maar. Maar ook visjes voor ja, wat kleinere. Ik denk dat dit ook nog wel voor een snoek zou zijn of voor een grote baars. En we hebben blinkers, zoals deze hier. En vandaag gaan we vooral wat met wat kleiner vissen, omdat ik niet denk dat hier hele grote snoeken zijn. Nou, voor nu hebben we een blinkertje. En dat blinkertje dat ga ik op mijn onderlijn zetten. Zo. En dan gaan we eerst eens kijken hoeveel we hiermee vangen. Nou, ook voordat je gaat beginnen met vissen moet je ook voorbereid zijn. Het net kan je beter eerst klaarleggen dat het in het water kan, dan dat je een vis hebt en dan pas nou moet gaan denken over dat je het net klaar moet leggen. Dus je moet wel goed voorbereid zijn.